handtekening van het devies. Mogen de bevolking van Amsterdam uit deze herinnering telkens opnieuw de kracht putten om pal te staan voor vrijheid, gerechtigheid en menselijkheid. Aan medemenselijkheid. Als stakers empathie tonen onder het juk van terreur, dan moeten wij nu zeker in de bres springen voor een ander in volle vrijheid. Anders is onze trots op de stakers misplaatst. En dat plichtsbesef is het minste eerbetoon waar de stakers recht op hebben. Mogen ieder in Nederland die overtuiging weerspiegeld zien in deze herdenking, ook al duurt die maar een uurtje en ook al is die maar een korte manifestatie. Maar soms is een korte manifestatie lang genoeg, zodat niemand zich in de steek gelaten voelt. Dat hebben de februaristakers ons geleerd. Van dat film en dat fotorolletje. Ja, René Kok, jij bent dé expert als het gaat om oorlogsfoto's verbonden aan het NIEL. Je hebt ze ook bekeken natuurlijk, hebben zagen ze even het beeld. Dus de koningin komt aanrijden, ja. Kijkt vanuit haar auto, terwijl de mensen hier staan. Ik bedoel, we hebben hier vandaag natuurlijk koning Willem-Alexander, die kwam hier binnen. Heeft een veiligheidsreden. Ja. Zo was ze wel trouwens. Ja. Overal